Dit is een videoproductie van inmail.nl en de Nije Krant. Nou, mooie stoeltjes in ieder geval. Die zijn jullie wel bekend, neem ik aan. En ik neem graag even plaats op de zetel van Jut of Jul. Want die staan achter het podium klaar. En die doen al jaren mee en die zorgen in ieder geval voor gegarandeerd succes. Dit jaar nemen ze ons mee naar de Senioren Hobbycentrum. Wel bekend achter het gemeentehuis. Daar gebeurt heel veel. Allerlei cursussen worden daar gegeven voor mensen die 55 jaar en ouder zijn. Dat doen ze al jaren en Jut en Jul nemen hen onder de loep. Dames en heren, graag een warm applaus voor duo Jut en Jul. Welkom dames en heren bij het Senioren Hobbycentrum. Wij laten u vandaag graag kennis maken met enkele nieuwe hobby's en speciale cursussen die wij volgen. Even kijken, we gaan hier de eerste ruimte binnen. Daar is net een nieuwe cursus gestart. Ja. Ja. Dit is de cursus naaien zonder garen. Ja, dankjewel. Ja, het VIP's hier, daar, daar. We lopen even verder en dan gaan we naar de keuken. Want we hebben natuurlijk ook een hobbygroep koken. Oh, ik kom hier net een van de deelnemers tegen. Hoe gaat het? Hallo? Oh, oh. Ah, godverdamme. Ah, ja, het kan natuurlijk niet iedere week lekker zijn, hè, wat je koopt. Nou, succes volgende week, hè. En hier in de volgende ruimte, dames en heren, is een nieuwe hobby. Dat is de hobby koperslaan. Oh. Dat is... oh. Oh. Hey, hallo. Dit is... hallo, jongens. Wacht, dit is de hobby koperslaan. Dit is kopier. Jullie slaan kopier nu. Nee, dat is fout. Schrijf fout. Ja, sorry, schrijf fout. Ja, sorry. Sorry, meneer Kopier, hè. Sorry. Nou, we gaan meteen door naar een van onze bekendere hobby's. Dames en heren, dat is de hobby bloemschekken. Zo, ja. Dit is goed, ja. Dit is goed, ja. Ja. Nee, Lotus. Nee, het is goed zo. Denk ik. Niks meer aan doen. Mooi. Nee, niks meer aan doen. Niks? Nee, is goed. Goed zo, ja. Mooi. Ja, ik denk dat er was de fietsclub van de KBO. Ik denk dat er een fietstocht is. Goeiedag en hart, Digon. Ja, vroeger hadden ze alleen maar een elektrische deken, hè? Of een elektrische sapcentrifuge, of een elektrische melkboer. Ja. Maar tegenwoordig hebben ze allemaal een elektrische fiets. Goeiedag. En ze kennen zo te zien maar één standje. Hè? Dat is het standje Oerend Hart. Ja, nou... En daar hebben wij ook een liedje over gemaakt. Ik zeg hoe. Ik zeg ha. Ik zeg hoe. Oeh. Een hoerend hart kan misschien orang gescheurd. Oeh, yeah. Een hoerend hart, want ze hadden van de fietstocht gehoord. En langzaam rijden, dat doen ze niet. Elektrische fiets op standje 3. Gratis de Patavis en elle de Gazelle. Aan het gevoel had zij nog nooit gedacht. De andere die het op je rem, ik denk wel dat die wacht. Die raad is de Batavis en Elle de Gazelle. En dan maar ermee doen, laat je horen. Zingen hoe, oh oh, oh oh, oh hoerend hart. Zingen hoe, oh oh, oh oh, oh hoerend hart. Dankjewel. Ja, tjoe. Mijn microfoon nog iets harder, Matthijs, hier op de monitor. Hey John. Kanee. Nou hadden dan de elektrische fiets. Je hebt de elektrische auto. Ja. Je hebt de elektrische scooter, elektrische grasmaaier. Natuurlijk niet te vergeten de elektrische stoel.
Maar wat zou er nou nog meer elektrisch komen, denk je? Ja, nou ook niet. Nou, overvaldig min. Als ik zo heel vlug denk, ja? Een elektrische hond of een elektrische poes? Elektrische poes? Ja, elektrische poes, ja. Wat? Want als nou het uitlaten van zo'n hond en zo'n poes nou lastig wordt, hè, ja? Dan kun je het toch vervangen voor zo'n elektrische versie. Oh, ja, ja, ja. En dan met afstandsbediening. Ja. Zeg maar een elektrische poes met wifi en een elektrische hond met waffie. En dan... Ja, goed. Maar dan moeten we wel opletten, hè. Want? Als het regent, hè. Want? Want dan wordt zo'n elektrische natte poes wel gevaarlijk, hè. En een elektrische natte poes kunt denk ik stinken. Ja, nou, even voor de mensen die dit willen opnemen, hè. Ja? Als jullie nou wilt uitzenden op TubeTube of op de Lom, hè. En jullie neemt alleen maar dit stukje op van die natte elektrische poes. Dan kunnen mensen maar eens een verkeerd beeld krijgen van ons. Over verkeerd beeld gesproken. Hadden pas gehoord, die twee buurvrouwen waren een avondje wezen stappen. Onderweg naar huis moesten ze plassen. Denken ze... Komen ze langs de kerkhof op, kunnen ze gauw achter een grafsteen zitten. Zo, één trekt het slipje uit, vecht, schrijft me schoon, hup, gooit het slipje weg. Ander griept een lid van een graftrak. Schrift er zo, hup, dus. Dag ze nou eens ergens, die twee buurmannen komen elkaar tegen. Zit die net een buurman die zet, hij zet, mijn vrouw laat ik niet meer alleen op stap gaan. Kom thuis, geen slipje aan. Des nog, niks zit die andere. Mijn vrouw die komt thuis, het een kaartje tussen de billen. En daar staat op, rust zacht, bedankt voor alles, gegroet alle ex-prinsen. Ja, nou even heel wat anders. Kunnen het toch niet maken? Nee, dat kunnen we niet maken. Nou even heel wat anders, hè. Ja. Wij begonnen nou straks met die rondleiding in het senioren hobbycentrum, hè. Ja. Maar weet jij dat er steeds meer nieuwe hobby's bij komen? Ah, oh, dat is logisch. Goed. Ah, is logisch. Ja? Je krijgt toch steeds meer nieuwe ouderen, zeg maar. Maar allemaal nieuwe oudere hobby's. Dus die brengen allemaal de beroep en de hobby mee. Dus ja, dat is waar. Nou, hoorde ik, hè, dat Theo Slaats de hobbygroep Knippen en Scheren wil beginnen. Ja. En Piet Heijs begint de hobbygroep Kastelein. En daar hoort dan meteen bij buurten, biljarten en brandweer. Oh, dan hoor ik dat dokter Verlieshouder en dokter De Wild dat hobbygroepje Dokterspeulen wil beginnen. Ja, en mevrouw Van Elderen, die begint de hobbygroep Kindjes Krijgen. En nou schijnt er ook een hobbygroep te komen die kindjes maken willen gaan worden. Maar dan zoeken ze nog een leider voor. Een eileider, zeg maar. Hey, en dan hoorde jij dat Piet Jansen samen met Leo Willems de hobbygroep Slachten wil beginnen. Dat zou fijn zijn. Ja? En dan hoop ik dat ze als eerste die verrekte ganzen slachten die er op de lange bomse weg bij die brug zitten. Hoezo? Ik hoor medestanders. Jongen, ik word er half bang van, man, van die ganzen. Oh. Dan komt er door langslopen en dan zitten ze heel vals aan te kijken. Al ons kok en ik, hè. Ons kok en ik toch met een hond langs. Ah, met een heuntje. Maar als heuntje langs komen lopen, dan zitten ze zo heel stil zo. En dan heel vals zo. Heuren ze al een beetje blazen, weet je niet. En ons kok die zet dan, doe maar net of je ze niet ziet. En dan... Dat gaat mijn duk goed af. En dan zitten ze zo en dan... Kak, 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 kak! Schrikt u eigenlijk kapot, jongen. Ja. Die ganzen, dat zien geen gewoon ganzen, dat zien hooliganzen. Ja. Dank u. Maar nou komt er ook een hobbygroep verbouwen. Ja. Maar niet huizen verbouwen, nee. Maar mensen verbouwen. Ja. En daar kunnen terecht. Voor de nieuwe heup. Ja. Een nieuwe knie. Ja. Of wat dan ook. Nee, neus. Pas kwam er een vrouw en die wou je nieuwe neus. Die had een grote neus, die vrouw. Die wou je nieuwe neus. Zet iemand van onze hobbygroep die zei van... Zo, mevrouw, je hebt niet achteraan gestaan met u delen van de neuzen. Jawel, zei ze, jawel. Want toen ik aan de beurt was met neuzen, toen waren de neuzen op. Toen hebben ze een kinderarmje aangezet. Echt hoor. Nou, en over de verbouwen hebben wij ook een liedje gemaakt. En bij ons kun je dan ook terecht voor lange tenen. Gat in de hand. Heur op de taan. Helpen wij u wel allemaal aan. En we hebben ook aanbiedingen. Twee borsten halen, één betalen. En
Bij ieder nee komt, krijg je gratis een blik billenkoek. Oh. Nou, daar hebben wij een liedje over. Wilde jij een neus of een lipcorrectie? Of wilde jij van mijn flapoor af? Of is hij te groot? Of is hij te clean? En wil de glazen oog voor het zien? Mag een neuven of een knie? Maakt ons niet uit wat of wie? En kriegen wij klachten en gezeur? Dan zeggen wij, we zien hem maar een amateur. We zien de hobbygroep verbouw. En verbouwen zelfs jou. Ja, we trekken alles strak. Jij krijgt weer een nijpak. Wij passen alles aan. Bij je vrouw en bij je man. Ja, de hobbygroep verbouw. Verbouwen zelfs jou. En wil je meer weten, bezoek dan onze website www.kijktindespiegel en ben er niet tevreden over hoe werken. Dan kunnen ons gerust bellen of mailen voor een afspraak. .nl Had je aan een vrij die domeinnaam? .nl Wie is .nl? Wij waren pas op bejaardenhuis en toen zei een vrouw, wie is toch die Nel? Ja, welke Nel? Ja, hoor ik steeds op de radio, gul je er ook al over. .nl Neemens.nl. Die dochter was nog net een zuster was van Anneke Punt, maar dat is Anneke Punt en dat is .nl. Hey, John, heb ik al eens verteld van die leraar vroeger bij ons op school? Nee, nooit over verteld. Nee. Nee. Oh man, wij zaten een keer bij ons vroeger op school en er stond de leraar voor de klas en die zei... Gisteravond stond mijn auto geparkeerd op een oprit en toen ik er weer terugkwam, was hij bekogeld met rauwe eieren. En hij wees naar mij, ik zat achter in de klas. En geen krimmers, geen weet er meer van! Ik zeg, sorry meneer, maar als je hier achter in de klas zit, kun je bijna niet horen wat er voor aan gezegd wordt. Hij zegt, dat zou wel zijn. Ga jij daar maar eens zitten, staan, dan ga ik daar zitten. Nou, ik ga voor de klas staan. Ik zeg, gisteravond stond er bij onze buren een vreemde auto op de oprit. De buurman was niet thuis. De buurvrouw wel. Het hulhuis waren donker. Behalve op de slaapkamer, daar brandde licht. En gij, meneer, weet er volgens mij meer van. Hij zei, het is inderdaad heel raar. Maar als je hier achter in de klas zit, verstaan ik een zak van wat er voor aan gaat. Is dat echt gebeurd dan? Nee, jong. Oh. Dat is een van mijn vele sterke verhalen. Oh, net als ons idool doet, die sterke verhalen vertellen. Ja, ja? Gerard. Ja, Gerard. Ja. De Vries. Ja, die kennen jullie toch wel? Cowboy Gerard. Ja, jong. Die van dat spel Kaarten en die Giddy Up Go en ja, Teddy Bear en... Ja, wel, jong. Kennis wel. Wij gaan ook zo'n liedje doen zoals hij dan. Ja. Doe Cowboy Hoed. Cowboy Hoed op. Oh. Even de werkjaar zitten. Cowboy Hoed, gitaar. Wacht even. Kijk eens in het magazijn. Cowboy Hoed. Ja. Past. Ik heb een gitaar. Vuur, kampvuur. Vuur. Oh, wacht. Heb ik ook. Wacht. Vuur. Brandweervuur. Is koude vuur. Hoppakee. Kunnen we er niet in branden. Zo. Vuur. Gitaar erbij. Ja, heb ik. Jongens van het licht. Kampvuurlicht. Romantisch. Doet je het? Heb je gestemd? Oké. Okay. Ik heb veel gereisd en veel dingen meegemaakt. Op een van mijn reizen hoorde ik dit verhaal, wat ik u nu ga vertellen. Een oude man, hij was 98 jaar, kwam bij de huisarts. De huisarts die zei, hoe gaat het, oude man? En de oude man zei, het gaat prima met me. Ik ben 98 jaar, ik heb een vriendin van 20 en ze is zwanger van mij. De huisarts keek de man een beetje ongelovig aan en zei, oude man, ik ga je een verhaal vertellen. En na dat verhaal zal je alles duidelijk worden. De huisarts ging achterover zitten in zijn stoel, deed zijn bril af en begon zijn verhaal. Hij zei... Kijk het nou. Oké. Okay.
De huisarts zei... Er was een man die vaak met zijn vrienden ging jagen in het bos. Maar op een dag besloten ze weer te gaan jagen. De man zette zijn hoedje op, deed zijn jas aan... en pakte in plaats van zijn geweer de paraplu van de kapstok. Samen met zijn vrienden ging hij het bos in. Op een gegeven moment zagen ze een beer. De man pakte zijn paraplu, hij richtte en hij schoot. En de beer viel morsdood om. De oude man keek de huisarts aan en die zei... Dat kan niet, er moet iemand anders hebben geschoten. Precies, zei de huisarts. Net als bij uw 20-jarige vriendin moet er iemand anders hebben geschoten. Ja, dames en heren, dit is een waar gebeurd verhaal. En ik kan het weten, want die huisarts, dat was ik. Dank u wel. De muziek mag weg, hè, Matthijs. Liedje is afgelopen. Ja. De tekst was korter dan bedoeld. Ik ging een laminaire van die Dallas spullen. Heel veel man voor mij. Dat is wel lang, Matthijs. Die afzet speelde jij gewoon deur, hè? Hey, oh, oeh. Had ik aan het begin van het optreden moeten doen? Wat? Even doen we dat. Had ik aan het begin van het optreden... Ik had jullie allemaal de groeten moeten doen van Willem en Max. Willem en Max. Van wie? Willem en Max. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Die vandaag ga ik nog contact met hun via de Ridder-app. Echt hoor? Ja. Ja. Is er een speciale app voor die ridders? Ja, zeker. Dames en heren, hij heeft voor het jaar een lintje gekregen. Hij is nog ridder. Ja. Ridderknee. Ja, in onze teksten, nou, het publiek begint spontaan te applaudisseren. Ja. Er stijgt zelfs gejuich op, staat er in onze tekst. Sommige mensen gaan zelfs staan voor een staande ovulatie. Een enkeling gooit ook consumptiebonnen. Jeroen van den Heuvel brengt iets te drinken. Bitterballen. Ja, nee, maar dat is een speciale ridder. Oh, trouwens, ja. Even voor jullie. Sommige mensen gooien dat bij ons door de wacht. Die denken, één van die twee het een leentje. Wie was dat ook alweer? Hebben we een speciaal bruggetje voor. Het is... Corné wel en John nog niet. Want ik heb gehoord dat Theo Bergmans voor al zijn jongens van de gemeentelijke buitendienst een lintje heeft aangevraagd. Had ik het ook gewild? Nee. Maar dat is ook een geheim, zeggen ze. Dat is een van mijn sterke verhalen. Nee, maar dat is echt, jongen. Die Ridder-app, joh, dat is mooi, jongen. Pas mail, vanmiddag mailde Willem dan van, wat gaan jullie allemaal doen? En toen appte hij van, ja, we hebben pronkzitting met prins Marco en prinses Marijke. En toen appte hij nog, oh, doet ze allemaal de groeten. Prinses Marijke hebben wij ook ooit ingehad. Die hiet voor Christina. Maar ons Marijke blijft Marijke, toch? Denk ik. Marco. Ja. Hey, en Jan van Wiel zit ook in die app. Dus Jan van Wiel zit dus. Want hij heeft ook zijn lintje gekregen. Ja, dus. Och, jongen, daar hebben wij pas mee gelachen, jongen. Toen vroeg Willem ook van, en wat gaan jullie het weekend allemaal doen? En toen appte Jan, ja, ik ga naar het voetballen, want Juliana moet voetballen. En toen een van die kleine van hun, die Hulli Anadia, geloof ik dat was. Schiet. Die appte van, moet Juliana voetballen? Zeker tegen Bernhard. En toen zei Jan, dat zou je wel mooi zien, als dat zo zou zien, want Bernhard scoorde duk, maar niet zo duk bij Juliana. Hey, hadden jullie trouwens Jan van Wiel ook gezien bij die deurtocht dwars de mil? Nou. Wat ging hij hard, hè? Goeiedag. Ik zei nog, Jan, doe nou eens rustig. Toen zei hij, dat kan ik niet, ik ben net met een dokter geweest. En ik heb een duvenband op mijn rug gekregen en op mijn buik een trekpleister. Maar joh, die host, die had altijd host. Ja, Annie Zen, onze Jan, die is zo vlug, daar helpt geen rekverband.
Maar we hebben het over ridders gehad en zo. En wij vinden het nou eigenlijk tijd worden om het over een andere onderscheiding te hebben. Dat is namelijk de titel Millenaar van het Jaar. Ja. Is iedereen binnen? Want wij denken, als alles volgens plan verlopen is, dat de Millenaar van het Jaar vanavond binnen is. En dat we daar eigenlijk hoog tijd vinden om die maar een onderscheiding om gaan daren. Dan is het altijd leuk om daar een beetje... Hè? Oh, hier doet al iemand zijn jas op. Blijf maar rustig zitten. Ik weet niet wie het was. Wie was het? onze Millenaar van het jaar 2016. Want wij zitten nu aan het begin van het jaar. Hè, dus er kan nog gruwelijk veel gebeuren. Dus die wij nu benoemen, dat is de Millenaar van het jaar 2016. En het is niet de eerste. Het is de 11e Millenaar van het jaar die we gaan benoemen. Dus een speciaal carnavalsjubileum. Ja. En onze Millenaar van het jaar... Dat is iemand die, die doet nogal wat. Bij het een wat meer dan bij het ander. En dan begin ik even bij het ander. Want wat hij bij het ander doet, dat is bijvoorbeeld van de mens. Hij vult de belastingpapieren in. Want ja, hij doet gewoon geen van alles waar. Hij heeft veel verstand van. Maar hij doet bijvoorbeeld ook bij Juliana. Voetbalvereniging Juliana. Daar is hij aardig actief. Hele tijd actief geweest bij damesvoetbal en bij vrouwenvoetbal. Ze noemen hem bij Juliana de inspirator van het meisjes- en het vrouwenvoetbal. En tegenwoordig kunt hij dan nog wel eens kijken. Hij heeft geen eigen team, hè, maar hij kunt nog wel eens kijken. Maar alleen kijken, dat kan hij niet. Want wat hij dan denkt, ja, ik word liever scheidsrechter of grensrechter. Want gewoon een beetje supporteren, dat is niks. Maar waar hij vooral heel bekend van is, en dat is van de Foekenpot. Want de Foekenpot die bestaat 55 jaar dit jaar. En van die 55 jaar is er één persoon die al 11 jaar voorzitter is. En die willen wij graag Millenaar van het Jaar maken. Hans Dirks! Kom maar, Hans, kom maar. Ja. Even mensen. Millenaar van het Jaar 2016. Hey, hey! Je mag hier gaan zitten. Oh ja, de medaille, de bloemen. Hij kan er nog bij. Jazeker. We hebben de bloemen. Net gebloemschikt. Ga zitten, Hans. Ga even rustig zitten, want we hebben ook nog een liedje. Zijn er nog meer mensen van de Foekenpot binnen? Ja. Ja? De mensen van de Foekenpot, die willen we eigenlijk ook graag even erbij hebben. Zo mooi in ons decor. Kunnen we nog een stukje buurtmars? Graag alle Foekenpotters en Foekenpotterinnetjes op het podium. Kom maar. Meteen receptie. Een jubilerende Foekenpot, 55 jaar, 11 jaar is Hans voorzitter. Heb je morgen iets te doen, Hans? Je moet eigenlijk om 12 uur in de studio bij de lokale omroep Mil zijn. Lukt hè? Anders... Voetbal is afgelast, ja. Nou, je hebt er mooi uit. Dus nee, want anders vergeet ik dat dadelijk te vragen. Ben ik jullie allemaal getuige van morgen om 12 uur is hij op de radio. Diepte interview met Jan Verstegen en Martin Nabius. We hebben ook een speciaal liedje. En ja. mag mijn microfoon iets harder, Matthijs, hier. We hebben ook een speciaal liedje voor Hans. Waar we gaan zingen. Het is nou al 55 jaar geleden... dat de Foekenpot in Mil hier opgericht. En 11 van die 55 jaren was Hans voorzitter en het gezicht. Bij alle activiteiten was hij erbij. Hij trok de kar en stond altijd klaar. En de beste mensen vinden wij. Hij is de Millenaar van het jaar. Daar gaan we.
Wat moest de voekenpot zonder Hans? Hij is niet voor te stellen. Want alweer 11 jaar stut hij voor de voekenpot klaar. Waar moest de voekenpot zonder Hans? Je hoeft maar te bellen. Zoals Hans is er geen, voor ons is hij nummer 1. La la la, la la la. Ja la la la, la la la, la la. Laat je horen. La la la, la la la. Nog een keer, la la la. La la la, la la la. La la la, la 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 la. Waar moest de voet? Voekenpot zonder Hans, je hoeft maar te bellen. Zoals Hans is er geen, voor ons is hij nummer 1. Zoals Hans is er geen, voor ons is hij